De Defensieorganisatie heeft er 18 officieren bij. Vandaag vond de diploma-uitreiking plaats van de officiersopleiding door het Instituut voor Defensieopleidingen, IDO. De groep mocht hun diploma na het bachelor-examen in militaire wetenschappen in ontvangst nemen na een studie van bijkans 4 jaren. Volgens bevelhebber Werner Kiwasen is het in deze tijd niet makkelijk vertoeven op Surinaamse bodem. De nieuwbakken officieren moeten keiharde besluiten kunnen nemen, meent de bevelhebber. Binnen dit landschap moeten wij Surinamers, in het bijzonder als defensieorganisatie, koesteren wat ons dierbaar is. Maar vooral om veilig te stellen datgene waar onze kindskinderen en de vele generaties die na hun volgen ook van moeten genieten. Al ditgene klinkt misschien een beetje filosofisch. Maar het is onze realiteit. We zitten daadwerkelijk in een kritieke fase van onze mensheid en van onze aarde. Het is niet mijn bedoeling om de nieuwbakken officieren vrees in te boezemen. Nee, het is om u allen bewust van te maken dat de wereld vol dreigingen zit. En dat u als officier bewust moet zijn van uw rol. U gaat als officier binnen dit landschap opdrachten moeten uitvoeren en soms gaat u zelf besluiten moeten nemen als leider. Kiwasen zegt te verwachten dat de officieren kritische denkers zijn en een hoge ethische gehalte moeten bezitten. Minister Krishna Kumari Mathura geeft aan dat de beëdiging van vandaag een historisch moment is voor heel Suriname. Maar wat u ook vandaag heeft bewezen, dat u in de afgelopen 3 jaren en 7 maanden door heel veel barrières heen ben gestapt. Want de opleiding zou veel eerder eindigen. Wij werden geconfronteerd met COVID, dus er ontstond achterstand. Daarna ontdekten we van, hey, we moeten weer praktijk invoegen, praktische ervaring. We moeten weer militaire vakken erin toevoegen. Tweede, dus dat was een andere aspect waar u zo mee zou moeten dealen. En als laatste dachten we van laten we het ook een academische graad eraan koppelen, meer wetenschap erin, zodat het ook dat uw bachelor het niveau van bachelor heeft en ook uw bul krijgt. Al deze zaken zijn allemaal barrières geweest op uw pad. Mathura zegt dat de bul, diploma en de sterren op de schouders van de 18 bachelors in de militaire wetenschappen niet voor niets zijn. Het is volgens de bewindsvrouwen een bewijs dat deze militairen met teleurstellingen en druk weten om te gaan en bereid zijn te strijden en hard te werken voor de natie.